Joey Slegers, aankomende zondag kun je eindelijk je debuut gaan maken voor ADO Den Haag. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ja. Ik keek er al nu onderaan 2 weken naar uit. En ik ben blij dat het nu gaat gebeuren. Ja. Ja, wat zijn je verwachtingen voor komende zondag? Ja, tegen Jong Utrecht. Je speelt thuis voor je eigen publiek. Dus het zal een wedstrijd worden die we moeten winnen. Afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen MVV was je ook al aanwezig in het stadion. Ja, hoe heb je die wedstrijd beleefd vanaf de tribune? Ja, maar voor mezelf was de eerste thuiswedstrijd waar je bij bent als speler van ADO. Weliswaar vanaf de tribune, maar er ging een mooie sfeer, zat niet vol. Maar het publiek wat er was, heeft ons zeker ook geholpen in die wedstrijd in de laatste minuut ook. Ja, je hebt dan waarschijnlijk de wedstrijd goed kunnen analyseren vanaf de tribune. Het bleef natuurlijk heel lang spannend, omdat je ook heel veel kansen niet afmaakt. Hoe ga je dat zondag verbeteren? Ja, wat ik zeg, voetballend, je hebt aardig wat kansen gecreëerd, vooral de eerste helft. En het belangrijkste is dat je die wedstrijd doodmaakt en die kansen afmaakt. Dan is de wedstrijd eerder gedaan, dus ik denk vanuit daar moet je gewoon de kansen afmaken. Deze wedstrijd ook. Nou, daarin kun jij natuurlijk een rol gaan spelen. De trainer heeft bij de persconferentie al verklapt dat jij gaat spelen aankomende zondag. Je kan natuurlijk een koppel gaan vormen met Thomas Verheid. Heb je al met hem gesproken? Ja, zeker. Ja. Ik heb zeker met hem gesproken. Ja. En op de training merk je ook dat de connectie zeker al aanwezig is. Ja. Hij weet natuurlijk wat voor speler ik ben en ik weet precies wat voor speler hij is. En nu wordt het alleen maar fine-tunen, denk ik, in de wedstrijden. Zodat die samenwerking heel goed gaat verlopen. Wat is jouw grootste kracht als buitenspeler? Ja, vooral denk ik mijn creativiteit. Ik kan in de bal spelen tussen linies, maar ik kan ook een goal maken en Thomas ook bedienen met assisten. Ja, Jong Utrecht is in ieder geval een tegenstander die je bevalt. Vorig jaar een goal en 4 assists tegen ze. Wat voor wedstrijd verwacht je zondag? Ja, ik verwacht dat wij de bovenliggende partij zullen zijn. Maar Jong Utrecht, dat zijn wel altijd gasten die gewoon goed aan de bal zijn, goed kunnen spelen. Dus we moeten er fel op zitten en ze geen ruimte geven. En vanuit daar moeten we weer thuis de volle winst pakken. Ja, nou, tot slot. Wat hoop jij te laten zien aan de supporters aankomende zondag? Ja, gewoon mijn eigen spel natuurlijk. Gewoon zoals ik altijd speel. Belangrijk te zijn voor het team aanstaande zondag. Ja. Ik hoop ook een goaltje mee te pikken of de Thomas te bedienen met een assist. Dat zou mooi zijn.